krap bij de schouders. Gelukkig heb ik geen schouders getraind vanochtend, anders past hij er niet. Achter je voet. Zoiets. Subscribe! Precies. Like it! De competitie ging super, maar is voorbij en de toernooien die komen eraan. Mijn spel blijft wel vooruit gaan, maar het wordt steeds wat lastiger om progressie te boeken. Maar waar ik vroeger nauwelijks trainde, maximaal één keer in de week, merk ik nu de winst van consistent en gefocust zijn. Maar ik ben er nog lang niet. En jij wellicht ook niet. En daarom neem ik je mee op reis. Welkom bij de Tennis Journey. Hier in Bree, België, organiseerde ik ongeveer 4 of 5 jaar geleden tennisreizen voor fanatieke jeugd. En daar ontmoet ik Robbe Sijsens. Hij is specialist in bewegen en dan vooral als tennisser. En vandaag is Stan erbij en trainen we op iets waar ik nog nooit mee bezig ben geweest. Namelijk het trainen en inzetten van je heupen. Ja, laden. Yes! Om ze achter ons te platen als je niet echt flexibel bent in de heupen. En dan kan je van hieruit. Ja. Als het kan zonder handen, mag je hem zonder handen doen. De volgende stap kan ook nog zijn met de stok boven het hoofd. Oh ja. Waar gaan we mee beginnen, met die stok of? Denk eerst met de handen erachter. Kijk of dat lukt. Dan kan je zo opbouwen. Hey, straks is ook nog de bedoeling. Dat zou ik echt zien hoe het echt moet. Maar Stan doet het goed. Oh. Hup. Dan breng jezelf vrij. Hey. Strek je uit. Stap niet door. En dan ga ik je in een hipflex strekken. Pings maken. Eén been volledig strekken. En één been plooien. Dat is eigenlijk een zeer goede drill om dit te gebruiken. Omdat je echt goed moet trekken. En ook voor enkel stiffness. Voor die grond goed te gebruiken. Ook er zit heel veel in. Core stability. Core goed houden. Hoge knie. Controle houden in je beweging. Yes. Nee, we zijn net begonnen met de skipping voorwaarts, dat was onze stap 1. Dan kwam die knie erbij, dan gaan we hem zijwaarts doen. En dan komt af en toe die kruispas erbij. Dat we dan naar tennis specifiek meer met, als je speelt bijvoorbeeld hier, boom, kruispas terug. Dus zo kunnen we iets meer naar tennis specifiek in die richting sturen. Je had een goede vraag, Stan. Ja, stop even. Ja, is goed. Ja, klopt. Dus dan doe ik eens of ik nu voor ga doen. Ja, is goed. Okay, dat doe ik zo. Oké, dit gaat nog best makkelijk. Maar ja, met tennis ga ik natuurlijk niet zo vanuit hier zo een bal proberen te halen. Ik probeer juist echt vanaf hier dat mijn voet bij staan. Ja. Is het dan misschien de bedoeling om echt je voet helemaal hier erbij te hebben? Dan naar beneden, zwaartepunt. Hier, dat je dan weer terug gaat gaan. Ja. Wow, hij weet het al. Dat is helemaal waar, hè. In tennis, als we bij een bal aankomen en we spelen hem van hier en je hebt ons zwaartepunt, rond de navel zit ongeveer. Als we gaan met ons bovenlichaam echt gaan duiken, jij gaat ervoor zorgen dat ons zwaartepunt buiten onze steunpunten vallen. Hè? Dus twee steunpunten zijn onze benen. Als ons zwaartepunt daarover komt, spreken we van balansverlies. Dus het is altijd de bedoeling als we een keer gaan tikken, dat we bijvoorbeeld hier ons zwaartepunt tussen onze twee steunpunten gaan houden. Dat is wel de key in deze drill. Dat we niet gaan voetbal spelen en gewoon dit gaan doen. Want zo willen we inderdaad ook niet tennis. Zeer terecht opmerking. Ja. Ah. Oh! Ik mag naar voren gooien. Wacht, ik moet hoger gooien of zo. Ja. Een groot verschil tussen Stan en ik is dat Stan grote passen maakt en dat hij explosief is. Maar bij mij zie je veel kleinere stappen. En dat is dus ook echt iets waar ik aan moet gaan werken. Dat ik sneller wegkom, dat ik explosiever word en dus meer ruimte op de baan kan dekken. Ja, daar ja. En je kruispas terug, prima. En nu gaan we aan de slag met het inzetten van de heupen. En dit was nog niet zo makkelijk.
Waar ga je heen? Waarom zijn die heupen nou zo belangrijk? Nou, hier zie je twee voorrens van Robben en bij de eerste twee gebruikt hij zijn heupen niet op de optimale manier. Door een gesloten stand en dus zijn linkerbeen naar voren te zetten, gebruikt hij zijn heupen wat minder en hier een stuk meer. Hier gebruikt hij echt de energie vanuit de grond naar zijn heupen in de bal en slaat hij die bal dus een stuk makkelijker. En dat is ook wat wij dus willen gaan doen en wat jij ook wil gaan doen, dat je wat meer je lichaam gaat gebruiken. Je benen, je heupen, je schouders, je romp, je armen. Probeer te doen alsof je met die stok eigenlijk gooit. Een gooibeweging is vaak niet met de armen, maar is met je lichaam. Omdat alle kracht komt vanuit hier, buitenste been. Je gooit met je lichaam. De armen doen eigenlijk gewoon dit. Maar zodat als je hier power zet, gaat die bal automatisch wel naar mij komen. En wat ik moeilijk vond was om een crossover te doen in plaats van zijwaarts te stappen. Ik merkte hier wat elke tennisser wel eens merkt als je iets nieuws leert. Je gaat nadenken, maar merkt dat je automatisch andere bewegingen maakt. Hier zit wel je progressie. Als je dit merkt bij een training, dan ben je aan het leren. En dan hoop ik vooral dat je wel het juiste leert. Sluiten, en hier gaan we dan niet meer naar open verhaal. Ja. Oké. Okay. En toen werd het tijd om het met het racket en de bal te gaan oefenen. En dat was toch een compleet ander verhaal. Maar we merkten wel door de training hiervoor dat we de heupen echt wat meer begonnen te voelen en kon inzetten. Maar juist zodat je racket erbij is en die bal erbij is, wordt het een stuk moeilijker. Wat Robbe al tegen ons zei was, we racen er nu doorheen, maar ook dit moeten we straks blijven oefenen en verbeteren. We gingen ook nog even met de return aan de slag om vervolgens af te sluiten met wat punten en rallies. En ik geloof erin dat dit soort sessies meer dan de moeite waard zijn. Trainingen volgen waardoor ik net even wat sneller ben op de baan en net wat meer snelheid kan geven aan mijn slagen. En ja, dat zijn ook dingen waarbij je jezelf moet afvragen, wat doe jij nu om extra stappen te maken in spel? En ik wil graag een plek bieden waarin je nog extra stappen kan maken in jouw spel. Dus kom een keertje naar een event van ons. Ga naar onze website en bekijk de events die we organiseren en word natuurlijk lid van het programma waarin je altijd en overal progressie kan boeken in je spel. Nou, wat ik ga doen is sowieso dagelijks mijn heupen mobieler maken en deze oefeningen veel oefenen met Stan op de baan en andere gasten, zodat we die heupen echt beter kunnen inzetten. En waar ik ook al mee begon, progressie boeken wordt voor mij nu steeds lastiger. Maar dan is het dus echt des te belangrijker dat, en ook voor jou, dat je doelgericht blijft trainen. Ja. Dat je je trainingen in blijft plannen, dat je het in je agenda zet, zodat het ook echt plaatsvindt. Daar zit ook vaak nog de uitdaging. En dat ik met de juiste spelers en trainers op de baan sta. Echt, je omgeving bepaalt je niveau. En versterk ook jouw omgeving door mensen aan te spreken op de club. Vraag een trainer of die je kan helpen. En zoek bronnen op waardoor je meer stappen kan maken in je spel. Nou, dat heb jij vandaag alweer gedaan door naar deze video te kijken. Ga dus met de oefeningen aan de slag. Vergeet vooral niet te abonneren. Want we zijn echt bijna bij de 1000. Dan hebben we echt een mijlpaal bereikt, samen met jou. En daar wil ik jou voor bedanken. En blijf vooral deze serie volgen. En, zoals Robbe zegt... Wat moeten de kijkers doen? Kijken! En wat moeten ze nog meer doen? Subscribe! Precies! Liken! En liken! Lekker!